We wonen om de hoek, dus we hebben het wel van dichtbij meegemaakt. Dus ik vind het wel mooi om een soort eerbetoon te doen naar de mensen die direct geraakt zijn, zeg maar, door wat er gebeurd is. Kleuren van Utrecht is om gevraagd, hè? Ja. Ja, dat hoort erbij, toch? De hele dag al is het druk bij de enige bloemenshop op Kanaleneiland. De zaak ligt in de buurt van het 24 Oktoberplein. Absoluut. Absoluut. Er zijn heel veel mensen die willen toch voor vanavond meelopen met de stille tocht. En die komen toch een bloemetje halen. Sebastiaan Basseluur heeft op de grote vraag ingespeeld. Vanmorgen is hij speciaal nog naar de veiling geweest. Ik heb nog wat extra rode en witte bloemen gehaald. Omdat specifiek die kleuren gevraagd werd door de burgemeester. Omdat dat de kleuren van Utrecht zijn. Het is vreselijk wat er gebeurd is. En ik vind het superbelangrijk om mijn respect te tonen. Maar het is gewoon fijn om eventjes je medeleven te tonen. En dat is een bloemetje wat het minste wat je kan doen.